bij de tweede editie uit 2015, Follow Your Startup. Ik ben Valerie Vallenduk, initiatiefnemer van Haarlem Valley Present Your Startup. En we zijn nu weer aan een nieuwe editie gekomen van Follow Your Startup. En we volgen daar onze finalisten van de vorige editie. Want hoe gaat het nu met hen na die finale avond waarvan alles gebeurde? Ik heb een aantal gasten aan tafel en ik heb links van mij Wiegert Mulder van Rabobank Haarlem. Daarnaast Margot Span van Custer Advocaten. Sander van der Meer aan de rechterkant voor mij van Digitale Nazorg. Martin Opdam van Chattable, of Chattable, hoe je het wil zeggen. Martin, om met jou gelijk te beginnen. Op de finale avond won je onder andere de publieksprijs. En je haalde ook nog een investering op van je huidige investeerder. Kun je een beetje vertellen wat na de finale avond is gebeurd? Nou, ik denk dat het wel iets verder moet zijn dan alleen die finale avond. Het hele traject op zich is super heftig. Er wordt heel veel van je gevraagd. Er wordt heel veel, je gaat op een hele specifieke manier en heel kritisch ga je zelf naar je concept kijken. Maar ook andere investeerders, andere bedrijven, die kijken ook heel kritisch naar je concept. En daarvan zien wij ook wel dat tijdens dat hele traject, dat we ook naar onszelf heel kritisch zijn gaan kijken. En waar staan we nu? Waar moeten we naartoe? En door dat hele traject heen, zijn we uiteindelijk komen in de finale. Pitchen ons verhaal, staat onze eigen investeerder op. En die zegt, wij gaan gewoon, we hebben zoveel vertrouwen in, wij gaan door. Er wordt een heel mooi bedrag opgehaald. Nou, als je dan als klap op de vuurpijl ook nog eens een publieksprijs wint, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En dan rolt inderdaad de trein door. Ja. Ik heb ook gehoord dat je genomineerd bent voor de Noord-Hollandse ondernemersverkiezing. Ja, dat is een ondernemersverkiezing uit Noord-Holland. En daar werd ik vorige week door gebeld dat van de 300 bedrijven die zich hebben aangemeld, dat ik in een van de drie categorieën in de top 30 zit. Oh. Dus dat is al super gaaf. Gefeliciteerd. Ja. En als onderdeel van Haarlem Valley zijn we natuurlijk ook dan verhuisd naar de Rabobank. En krijgen we een delegatie van die verkiezing, krijgen we 11 februari op bezoek. Ja. Om te kijken of we door kunnen stoten naar de laatste 10 ondernemers binnen een van de drie categorieën. Dus dat is super gaaf. Dat is hartstikke gaaf. Ja, want je zei het al, de Rabobank. We hebben natuurlijk ook de directievoorzitter van de Rabobank aan tafel zitten, Wiegert Mulder. Welkom. Martin vertelde al even dat hij verhuisd is naar de Rabobank. Hoe is dat nou voor de Rabobank om een paar van die start-ups, om het zo maar even te zeggen, daar beneden te hebben zitten in een groot bedrijf? Nou, het is allereerst natuurlijk heel fijn om te kunnen doen. Fijn om dat ter beschikking te kunnen stellen aan Martin en ook aan Jort en Tim, die eerder hier hebben gezeten. En het heeft ook een goede kant voor onszelf, moet ik eerlijk zeggen. Want die ondernemende kant die wij dan laten zien, die komt ook in onze eigen bank. En een bank is natuurlijk toch van nature wat traditioneel. Dus als je dit soort jonge gasten hebt rondlopen, dat geeft een hele mooie beweging. En ik kan ook me nog herinneren dat er een kwartfinale bij ons plaatsvond vorig jaar. En toen werd ik er op een gegeven moment op geattendeerd dat er buiten een spandoek aan het gebouw was gehangen. Het spandoek hangt nu weer hier ook in de zaal. Ergens. Dat hangt nu ook weer. Het mooie was dat helemaal niet gevraagd was aan mij. En dat was alleen maar goed, want anders had het langs allerlei stappen moeten gaan in de bank. Of de facilitair dat wel goed vindt, of dat dan mijn financieel directeur het wel goed vindt. Nu was het gewoon gedaan en dat is alleen maar goed. Dus dat soort dingen is eigenlijk ook voor onze eigen bank heel goed om te doen. Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk snel een foto van gemaakt, van dat mooie moment dat daar Haarlem Valley op de Rabobank hangt. Dus dat gebruiken we natuurlijk mooi. Hartstikke goed om te horen. Aan de andere kant heb ik Sander van der Meer zitten, van Digitale Nazorg. Ik ben ook heel erg benieuwd wat er sinds de finale avond is gebeurd met Digitale Nazorg. Eigenlijk wel heel veel. Ik heb tijdens die finale pitch ook aangegeven. Ik zou eigenlijk aan het publiek willen vragen om iets stiller te zijn, want ik wil graag mijn gast horen. Ga verder, Sander.
tijdens de finale avond, tijdens mijn pitch ook aangegeven dat ik niet zozeer alleen op zoek was naar geld, maar ook naar netwerk en mensen die samen met ons de dienst en de dienstverlening wilden voortzetten. En dan is het heel goed, ook door Harlem Valley, dat dat netwerk zich ook aandient. Ja. We hebben daar zeker na die avond, de avond zelf, ook nog aardig wat gesprekken gevoerd hier. Maar daarnaast hebben zich ook nog diverse partijen en mensen aangeboden van, nou, kunnen we wat voor elkaar betekenen? Wat zijn de mogelijkheden? Interessante dienstverlening. En we zijn met een aantal partijen wel de samenwerking aangegaan. Ja, en een van die partijen zit aan tafel volgens mij, of heb ik het verkeerd? Ja, ik heb, nou ja, goed, ik kan over twee partijen kan ik aangeven. Dat is onder andere Microsoft en Kusteradvocaten met Margot Span. En daar ben ik erg content mee. Ja, Margot, nou ja, Margot van Kusteradvocaten zit ook aan tafel. Ja. Je gaat Sander helpen, denk ik. Ja. Kan je iets vertellen? Want je bent natuurlijk advocaat en het beroepsgeheim, maar wellicht kan je iets vertellen over de samenwerking. Ja, ik vind het heel mooi dat Sander op ons pad is gekomen en zeker ook Harlem Valley. Ik zie ook, ik herken ook heel erg wat Wiegert hier vertelt van wat voor dynamiek het ook brengt binnen een advocatenkantoor. Binnen ja, de talenten die wij hebben rondgelopen, vooral de jonge advocaten die enorm enthousiast zijn, hè? Nadat wij die Legal Day hadden verzorgd. Wat voor energie dat ook weer binnen je kantoor brengt. En ook wat je ziet hoe je het verschil kan maken. Dat je echt gewoon met hele simpele, praktische, juridische tips, maar wel hele belangrijke tips, het verschil kan maken. En ook die start-up gewoon die goede start ook kan geven. En sommigen hadden het ook echt, moet ik zeggen, ik was echt onder de indruk, hè, hoe bepaalde start-ups ook al hun zaken juridisch voor elkaar hadden. En daar hebben we ze ook goede complimenten voor gegeven. Maar toch zie je ook, in elke fase kun je ook als advocaat gewoon die sparring partner zijn. En zo zijn wij ook met elkaar in gesprek geraakt. En met name loopt digitale nazorg natuurlijk ook tegen privacy-vraagstukken aan. En dat is ook een tak die wij, die wij vertegenwoordigen en waar wij dus de sparringpartner zijn en kijken samen ook met Microsoft van hoe kunnen we oplossingen gaan bieden. Ja, ja, en wat ook mooi is, dat is, we hadden natuurlijk zo'n legal dag vanuit Harlem Valley. Mm-hmm. En dan zit je daar toch zo'n hele dag met elkaar. Ja. En dan merk je toch ook dat het in dit geval gewone, aanspreekbare mensen zijn. En dat advocaten zijn ook gewoon mensen. In mijn dienstverlening. Echte mensen. Net echt. Bijna wel. Ja. En dat, maar dat maakt het wel prettiger, aanspreekbaarder. Ja. En voor mijn uitstraling, voor mijn dienstverlening, vind ik het heel fijn. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja. Ja. En waar we ook echt voor gekozen hebben daarin is toch die heel erg de interactie. Van wat hebben jullie nodig? Wat soort concrete vragen leveren er? We hebben gekeken naar de website en naar de algemene voorwaarden die erop stonden. Zodat we ook heel concreet gewoon to the point konden adviseren. Ja. In plaats van heel veel kennis zenden. Ja. Te zenden. Ja, maar ik denk dat ook wel na dat traject ook wel zo geldt. Want dat geldt ook voor ons dat we één of twee weken na de finale avond worden gebeld. Nou, door jij zegt van, hey, vind je het leuk om een kop koffie te doen? Want we willen weten waar we jou mee kunnen helpen. Ja. En dat is heel concreet. Dat is niet afwachtend van misschien dat we hier iets meer uit kunnen halen. Maar echt, wij zijn hier om jullie te helpen. We hebben dit georganiseerd. We vinden het gaaf. Zijn er zaken waar je nu tegenaan loopt? Is het niet nu? Is het volgende maand? Nou, dan bel je volgende maand. Ja. Ja, wat mij betreft is dat het mooie wat je kunt zien. Hoe je vanuit grotere bedrijven zeg maar, en start-ups elkaar kunt helpen. Want ik weet ook dat een van de workshops financieren die wij dan vorig jaar mochten geven. Daar was natuurlijk eerst de standaard gedacht om te kijken als je een nieuwe financiering wilt hebben om daar dan advies over te geven. Er zijn twee mensen in mijn bank die het die hebben aangegeven. Nou, wij kunnen misschien ook wel aangeven dat op het moment dat je bij onze afdeling bijzonder beheer, waar dan op het moment dat het moeilijker gaat en hoe gaat die steun dan, om juist vanuit die kant dat te kunnen aangeven. En de feedback die wij kregen is dat dat eigenlijk veel meer helpt. Dat zijn mensen die kunnen zien wat je anders had moeten doen of kunnen doen. Voordat het slecht ging. Ja, en daar leer je uiteindelijk natuurlijk het meeste van. Dus het is heel mooi om die twee werelden, zou ik zeggen, aan elkaar te kunnen koppelen. Ja. Maar het is dan wel verrassend, hè? Want we hebben inderdaad een hele mooie presentatie gehad van de afdeling Bijzonder Beheer. En dan moet je nog beginnen als start-up.
Ja, maar het zet wel je been op de grond. Want het leven van een start-up gaat niet alleen over rozen. Nee. Het is hard werken en ja, het kan ook. Er zit een grote kans in dat het gewoon fout gaat. Hè? Daar kan je bij horen. Ja, dan kom je misschien bij bijzonder beheer. En dan is het best op zich prettig dat je van tevoren weet waar je op moet letten. Ja, ja, dat was ook de insteek natuurlijk. Ja. 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 Niet vanuit het niet hebben van vertrouwen, maar juist de valkuilen te voorkomen. Ja. Wiegert, wij hebben na de finale avond veel kunnen sparren ook. Ook over Harlem Valley en nou ja, wat kunnen we samen doen met de Rabobank. Zou je nog kunnen vertellen over onze bijeenkomst op 12 januari in het stadhuis? Ja, met veel plezier moet ik zeggen. Maar eigenlijk ook waar hij begon. Hij begon bij ons in het bedrijfsrestaurant. Ja. Waar ik eigenlijk gewoon een broodje kwam eten en jou tegen het lijf liep. Nou ja, samen gaan zitten met een paar anderen, Melissa onder andere en Alexander. En toen kwamen we in gesprek en toen zei jij, ja, ik heb al allemaal gemeentes die zijn geïnteresseerd in het concept Harlem Valley. En daar wil ik eigenlijk wel wat mee. Ik ga die gemeentes ga ik bijeenbrengen. Waarop ik zei, nou, als jij die gemeentes bijeenbrengt, dan kan ik daar de betreffende Rabobanken in die regio wel aan koppelen. Dus ik wil wel mijn steun aanbieden om dat contact te leggen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus jij hebt dat georganiseerd. Ik heb je daarin kunnen supporten. Ja. En we hebben dus in het gemeentehuis op 12 januari in Haarlem kunnen zitten. Met 7 gemeentes, 7 Rabobanken. Met onderwijsinstellingen in Holland, met de provincie. Haarlems Dagblad, de pers erbij. Dus een hele mooie groep bij elkaar. Om inderdaad het waanzinnige Harlem Valley concept uit te kunnen rollen. Ja. Naar Noord-Holland. Ja. En daar is bij de andere Rabobanken van de 7 zijn er in ieder geval 3-4 echt serieus geïnteresseerd samen met gemeentes. Ja. Dus volgens mij kan er iets heel moois gaan ontstaan. Ja, ja. Mooi. Ik ben super blij natuurlijk met alle partners. En het is vooral leuk dat je kan samenwerken, denk ik. En niet dat het alleen om financiën gaat. Natuurlijk is het bij Harlem Valley wel van halen de start-ups geld op. Maar precies ook wat Sander zegt. Het gaat om het samenwerken en het netwerk en elkaar versterken. Ja. En nou ja, natuurlijk zijn er altijd financiën nodig. Ook voor de start-up en ook voor Harlem Valley. Maar ja, vooral het samenwerken, dat is denk ik... Maar het is toch heel mooi om te zien dat je wat je nu... Hè, na 2 events verder, wat je al hebt gerealiseerd. Ja, er zijn net natuurlijk wat complimenten gegeven. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ook dat jullie als Rabobank gewoon ruimte beschikbaar stellen. En dat partijen elkaar toch zo vinden en ondersteunen. Ja. Ja. Dus dat, ik hoop dat het naar dat volgende level gaat. Ja. Gaat. Ja. Daar gaan we zeker voor. Ja. Nee, ja, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor jullie toelichting en bijdrage. En laten we zo doorgaan met elkaar, denk ik.